Op 27 februari 1933 brandde het Rijksdaggebouw in Berlijn bijna volledig uit. Adolf Hitler, leider van Duitsland op dat moment, was er als een kippenbij bij om de brand in dat gebouw te gebruiken om zijn eigen macht te vergroten. Maar hoe kan een brand in een gebouw leiden tot meer macht? In deze video zoeken we dat uit. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, moeten we terugkeren naar begin jaren 30. Duitsland had net als heel veel andere landen te maken met een grote economische crisis. Deze crisis was ontstaan na het instorten van de aandelenbeurs op Wall Street in New York in oktober 1929. De werkloosheid steeg enorm. De regering van Duitsland had geen panklare oplossingen klaar liggen om de crisis aan te pakken. Adolf Hitler, leider van de NSDAP, de Nationaal Socialistische Duitse Arbeiderspartij, beloofde de Duitsers dat hij de werkloosheid op zou lossen. Bovendien verklaarde hij dat hij een einde zou maken aan het voor Duitsland vernederende verdrag van Versailles dat na de Eerste Wereldoorlog was opgesteld. Dat maakte Hitler erg populair bij de bevolking. Deze populariteit bleek in juli 1932 toen de verkiezingen in Duitsland werden gehouden. De NSDAP behaalde 37% van de stemmen en werd daarmee met afstand de grootste partij van het land. Hitler werd alleen nog geen rijkskanselier, zeg maar de minister-president van Duitsland, omdat president Paul van Hindenburg dat niet zag zitten. Frans von Papen, een conservatieve katholiek, kreeg deze functie. Het kabinet van Papen lukte het niet om een stabiele regering samen te stellen. Vandaar dat in november 1932 opnieuw verkiezingen werden uitgeschreven. En hoewel de NSDAP een klein beetje van het aantal zetels verloor, bleef de partij van Hitler met afstand de grootste partij van het land. Von Hindenburg kon nu niet meer om Hitler heen en benoemde hem op 31 januari 1933 tot Rijkskanselier van Duitsland. Omdat Hitler geen meerderheid in de Rijksdag, het Duitse parlement, had, moest hij samenwerken met andere partijen. Dat vond Hitler helemaal niets. Hij schreef daarom meteen nieuwe verkiezingen uit voor 5 maart 1933 om de absolute meerderheid van de stemmen te krijgen. Als hij dat zou bereiken, kon hij namelijk doen waar hij zelf zin in had. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want de grote concurrent van de NSDAP, de communistische KPD, was ook erg populair in het land. Hitler was nog geen maand aan de macht of er brak brand uit in het gebouw van het Duitse parlement. Het Rijksdaggebouw midden in Berlijn stond s'avonds om 9 uur in laaien. De brandweer rukte snel uit en in het gebouw werd de Nederlandse communist Marinus van der Lubbe met een doosje lucifers aangetroffen. Hitler was er als een kipper bij om de schuld van de brand in de schoenen te schuiven van de communisten. Van der Lubbe kon immers de brand niet in zijn eentje hebben aangestoken, zo was zijn mening. Vandaar dat belangrijke communisten van de KPD werden gearresteerd. Een flink aantal van hen kwam in maart vast te zitten in concentratiekamp Dachau, dat de naties hadden laten bouwen om hun politieke tegenstanders op te sluiten. Van de Lubbe werd, samen met nog vier andere communisten, voor de rechter gebracht. Marinus werd als enige schuldig bevonden en veroordeeld tot de doodstraf. Op 10 januari 1934 werd hij onthoofd in Leipzig. Toch is tot op de dag van vandaag niet duidelijk wie het Rijksdaggebouw daadwerkelijk in brand heeft gestoken. Er zijn namelijk ook historici die beweren dat de nazi's zelf achter de brandstichting zaten. Niet alleen kwam het de nazi's goed uit, maar uitspraken van Hermann Göring zouden in die richting wijzen. Waarschijnlijk zal deze vraag nooit beantwoord kunnen worden. Hoe dan ook, Hitlers macht nam toe door de brand. Hitler gebruikte de Rijksdagbrand niet alleen om marines van de Lubbe en andere communisten uit te schakelen. Hij vaarde op 28 februari ook een zogenaamde noodverordening uit. Hiermee werden een flink aantal burgerrechten afgeschaft. Ze mocht de politie willekeurig mensen oppakken. En daarnaast werd de persvrijheid aan banden gelegd. En zo doende ook de vrijheid van meningsuiting. Hitler hoopte bij de verkiezingen van 5 maart 1933 een volgende stap te zetten naar totale macht. Hij dacht zeker te zijn van de absolute meerderheid bij de verkiezingen. Dat liep alleen wat anders. Hij behaalde namelijk geen 50% van de stemmen, maar slechts 43,9%. Hitler moest dus andere middelen inzetten om zijn doel te bereiken. En dat zou hij zeker doen.